Mevrouw de Wit. Collega's, voor het verslag verwijs ik naar het verslag daarnet van collega Van Kouter en het schriftelijk verslag. Ik wil me eigenlijk graag beperken tot enkele inhoudelijke bemerkingen namens onze fractie. De koppen van de kranten deze morgen logen er niet om, collega's. U zal het ook wel gelezen hebben. Hè? Vrijlating na procedurefouten wordt ingeperkt. Dus ik moet collega Alain Duit feliciteren. Ik moet hem feliciteren, want u hebt de media erin natuurlijk, zoals we u kennen, meesterlijk bespeeld, collega Landuit. U hebt uzelf eens flink op de borst geklopt en gezegd, zie eens wat wij nu gedaan hebben. Is dat niet fantastisch? Onmiddellijke reacties natuurlijk, waarschijnlijk mensen die niet meteen gelezen hebben waarover het net gaat. Maar u hebt duidelijk gezegd, van, kijk eens, wij pakken de procedure fouten aan. Dus proficiat, mijn felicitaties. Maar ik kan u enkel feliciteren met dat mediamoment, collega Landuit. Ik kan u niet zozeer feliciteren met het voorstel op zich. Want collega's, schijn bedriegt hier. In werkelijkheid ligt hier geen krachtdadige oplossing voor de aanpak van procedurefouten. En u weet dat zelf ook. Helemaal niet. Het is, zoals collega Van Ecken het heel mooi zei tijdens de bespreking in de commissie, een lege doos met een hele grote strik rond. Ik kan het eigenlijk niet beter zeggen. Want waar gaat het om? En we kennen allemaal de problematiek. We kennen die allemaal wanneer daders van zeker en bewezen feiten uiteindelijk niet vervolgd worden. Omdat er procedurefouten zijn geweest of fouten in de bewijslevering. We kennen die commotie die hier dan ontstaat. En niemand is daar gelukkig mee. Niemand. Dat is een moeilijke problematiek. En bij die problematiek moet altijd een evenwicht gezorgd worden. Een evenwicht enerzijds tussen een efficiënte vervolging, een efficiënte bestraffing, maar anderzijds ook tussen de bewijsvergaring, de regels daar rond en de sancties daarop. He, uiteindelijk ook politie, onderzoeksrechters moeten de regels respecteren. We leven tot nader orde nog altijd in een rechtsstaat. Dat is een uitgebreide problematiek, collega's, die raakt het hart van onze rechtspleging. En dat verdient dus een grondig debat. En net dat grondig debat mis ik hier. Net hier mis ik die duidelijke visie, want wat zijn de voorgaanden? U weet dat allemaal ook. Al jaren ligt er trouwens al iets op de banken, er wordt niks mee gedaan, de grote franchiment. Men is er al mee bezig geweest, de teksten zijn er, klaar. Daar gebeurt niks mee, maar er waren er wel nu die twee wetsvoorstellen van collega Landuit en onder meer van collega Van Kouter. We hebben advies van de Raad van State, we hebben hoorzittingen gehad. En wat blijkt, na die hoorzittingen, bijzonder dan nog het advies van de Raad van State over het voorstel van collega Landuit, dat men daar behoorlijk afwijzend stond ten opzichte van de voorstellen die men had gedaan. En om te vermijden dat heel die problematiek opnieuw naar de Griekse kalender werd gestuurd, om te zeggen, wij zijn er wel degelijk mee bezig met die procedurefouten, voor dat mediamoment misschien, is er uiteindelijk een amendement gekomen, collega's. En dat is wat hier vandaag ter stemming voor ligt, een amendement waarbij men uiteindelijk niet meer of niet minder heeft gedaan dan antigoonrechtspraak, vaststaande rechtspraak, die al jarenlang, sinds 2003 is dat begonnen, jarenlang verder geëvolueerd. Die rechtspraak heeft men nu in een wettekst gegoten. Niet meer, niet minder. Dat is uiteindelijk gebeurd. Het is met goede bedoelingen. Daar twijfel ik niet aan. Het biedt misschien wel een alvast aan de rechters. Maar in praktijk zal er eigenlijk weinig of niets veranderen. Heeft dit wetsvoorstel geen toegevoegde waarde. Het heeft de verdienste van er te zijn. Alle goede bedoelingen te splijten. En deze meerderheid, collega's, die heeft de mond altijd vol van grote hervormingen. Ook op justitie, grote woorden, grote aankondigingen. Maar als het er dan op aankomt, zoals vandaag, is het eigenlijk alleen maar een beetje rommel in de marge. En ik vind dat een gemiste kans. Indien we echt iets willen veranderen, collega's, dan pak dan die grote franchiment toch terug. Of als dat te moeilijk is, of misschien niet meer adequaat is, of niet meer gepast is. Laat ons dan beginnen aan dat hoognodige nieuwe wetboek van strafvordering. Want raken aan de regels van de nietigheden heeft enkel zin wanneer dat je ook het strafprocesrecht gaat hervormen. Anders niet, stel een regeringscommissaris aan, richt een commissie op, maakt mij niet uit. En ja, dat zal lang werk zijn. Dat gaan we niet van de ene dag op de andere hebben. Maar wetgevend werk degelijk dan toch, dat vraagt enige tijd. En dat mag niet beperkt blijven tot steek van politiek. Dat mag niet beperkt blijven tot sectie aankondigingen. Maar dat moet op lange termijn, men moet daar durven over nadenken. En ik weet ook, de minister Turtelboom schreef de hervorming van de strafvordering in haar beleidsnota. Maar laat ons eerlijk zijn, tot op vandaag, mevrouw de minister, blinkt hij nog een beetje uit in vaagheid daarover.
En nogthans, we zullen er niet aan ontsnappen. Binnenkort komt daar de Europese saldusrichtlijn aan die een gigantische impact gaat hebben op ons strafprocesrecht. We gaan dat werk toch moeten verrichten. Het komt op ons af. Dus nog eens, ik doe een oproep aan deze Kamer. Ik ga de woorden van collega Van Biezen gebruiken. Niet wachten, niet talmen, doen. Laat ons daaraan beginnen. Laat ons zorgen dat we een nieuw wetboek van strafvordering hebben met, en dat is heel belangrijk, met transparante regels, duidelijke regels. Niet overal maar regeltjes voor, tussen en achtervoegen. Duidelijke regels, heel transparant. Het risicoprocedurefouten zal zo heel gemakkelijk afnemen. Heel concreet wat dit wetsvoorstel betreft wil ik toch nog een aantal zaken toevoegen. We hebben de discussie in de commissie al gevoerd. Maar hier wordt bij wijze van compromis tussen de meerderheidspartijen gewoon antigoonrechtspraak opgenomen in wetgeving. Op zich is dat niet slecht. Maar u moet weten, we hebben hoorzittingen gehad daarover. Wie de verslaggeving daarover heeft nagelezen, kan dat goed nakijken. En daar is ook de vraag gesteld, onder meer aan de voorzitter van het Hof van Cassatie. Heeft u het zin? Willen we de antigoon? Want de rest bleek niet nuttig te zijn wat er werd voorgesteld. Laat ons misschien die antigoonwetgeving dan in de wetgeving gieten, die rechtspraak in wetgeving gieten. Die heeft eigenlijk zijn schouders opgehaald en heeft wel gezegd, ja goed, ik kan het nou vastbieden, maar als je het doet, alsjeblieft, doe dat dan wel overwogen. Doe dat wel overwogen, vraag dan raad aan specialisten. Maar dat heeft u niet meer willen doen, lieve mensen van de meerderheid. Het moest snel gaan, we moesten natuurlijk dat mediamoment hebben, of kunnen zeggen van kijk eens, hier staan we. Men heeft die specialisten niet meer willen raadplegen over het totaal gewijzigd voorstel. En men heeft ook op andere vlakken niet willen luisteren naar wat er is gezegd tijdens die hoorzittingen. Want er waren ook een aantal technische zaken. Cassatie heeft heel duidelijk een rechtspraak ontwikkeld met een aantal criteria. Er zijn 3 hoofdcriteria, er zijn subcriteria. Heel belangrijk. Men heeft duidelijk gezegd, als je die rechtspraak opneemt, pak dan alles, het globale pakket. Dat heeft u niet gedaan. Er zijn van de subcriteria er maar 3 weerhouden. Men heeft dat niet gedaan. Ja, als je het niet volledig doet, dan denk ik dat je er beter afblijft. Dan denk ik dat je er gewoon niet aan begint en laat dan de rechtspraak bestaan zoals ze is. Want, waarom zijn die criteria belangrijk, collega's? En dat is misschien technisch, maar ik wil er toch nog even op wijzen. Omdat zonder het opnemen van alle nodige criteria, zoals de wet, de rechtspraak dat heeft ontwikkeld, ontstaat er nu een onderscheid tussen bewijs verkregen voor Belgische instanties en een bewijs verkregen in het buitenland. Want er is nog zoiets als de wet van 2004 in verband met de wederzijdse rechtshulp. Daar heeft men wel alles opgenomen. Daar heeft men trouwens ook een andere terminologie gehandhaafd. Dus er is nu een nuanceverschil. En het risico bestaat dat het gelijkheidsbeginsel nu geschonden wordt. En ik denk niet dat dat de bedoeling was van de indieners van dit amendement, dat men problemen zou creëren. En ook niet onbelangrijk, wanneer we toch die antigoonrechtspraak in wetgeving gaan zetten. Wat hadden we eerst moeten doen? We hadden een inventaris moeten maken van wat er op straf van nietigheid is voorgeschreven. Dat heeft men niet willen doen. Het wilde snel gaan, nochtans, zoals ik al zei, dit onderwerp verdient een grondig debat. En men heeft dat grondig debat eigenlijk niet willen voeren. Bovendien, collega's, geloof de titels niet zoals die hier staan in de kranten, want de oplossing die vandaag voor ligt is geen alomvattende oplossing. Helemaal niet. Die betreft enkel de onregelmatigheden in de bewijslevering, maar lost nog altijd niks op wat de rechtspleging betreft. Het is dus maar een fractie die nu wordt aangepakt. Het is geen volledige oplossing. Dus collega Landuit, andere collega's, u legt hier vandaag een politiek compromis voor en ik weet, met veel goede bedoelingen, en het kan misschien nog vastbieden aan de rechtbank, maar ondanks al die goede bedoelingen is het een compromis dat niets zal veranderen in de praktijk, want die rechtspraak was er al, dat geen alomvattende oplossing biedt, waarbij adviezen worden genegeerd en anderzijds men gaat lopen van mogelijke adviezen van specialisten, men vermijdt die liever, hè, want er zou misschien opmerkingen kunnen komen. Hè. U hebt uw mediamoment nu gehad, daar blijft het bij. En Ik vrees een beetje, en daar draait het uiteindelijk toch om, collega's, dat er nu geen vrijlating meer of minder zal gebeuren door procedurefouten, met dat we dit nu in een wetgevende tekst hebben gegoten. Voor mij is en blijft dit een gemiste kans. Dit is, nog eens, ik kan het niet beter verwoorden, collega Van Ecke, een lege doos met een hele grote strik rond. Het zal misschien niet schaden, maar het zal zeker niet baten. Vandaar dat onze fractie zich ook zal onthouden. Ik dank u.